Antwerpen is een jonge vrouw van 23 sinds gisteravond vermist. De politie voert een georganiseerde zoekactie uit naar Julie van Espen. Ze fietste gisteren van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen, onder meer langs het Albertkanaal. Ze is niet aangekomen in Antwerpen. De politie van Antwerpen is op zoek naar een belangrijke getuige in de verdwijningszaak van Julie van Espen. Ken jij die foto, zegt ze? Zie dat Steve? In het Albertkanaal in Merksem is het lichaam van de vermiste Julie van Espen gevonden. De man die vanmorgen nog als belangrijke getuige wordt gezocht, is na verhoor gearresteerd als verdachte voor de moord. Toen wist ik dat men een moord gedaan had. Ik wist het. Meer dan 1500 mensen hebben de stille waken voor de vermoorde studente Julie van Espen bijgewoond. Julie van Espen was nog maar 23 toen ze hier, onder deze brug in Merksem, het pad kruiste van de verkeerde man, Steve Bakelmans. Een tijdbom, zo blijkt. Gedetecteerd al lang, maar nooit echt helemaal onschadelijk gemaakt door een mix van omstandigheden, verkeerde inschattingen en regelrechte blunders. We hebben in de afgelopen maanden met veel bronnen en getuigen gesproken om een idee te krijgen van wie Bakelmans precies is en hoe het kwam dat hij hier kon zijn op de 4e mei van vorig jaar. Steve Bakelmans is een dakloze van 39. In mei vorig jaar hangt hij al geruime tijd rond vlakbij de Gabriel Teunisbrug in Merksem. Die ligt aan het Albertkanaal in een industriegebied vlakbij het Sportpaleis. Bakelmans brengt zijn dagen door met bedelen en marihuana roken. In het Antwerpse dakloze milieu is Bakelmans bekend. Ja, we zijn er. Hij kwam hier regelmatig naar Camiano om een warme maaltijd te eten. En we kwamen hem ook regelmatig tegen op de straat op de Keizerlei of in de buurt van het station, waar hij dan een soep en een broodje kreeg vanuit Camiano Mobiel. De Antwerpse dakloze organisatie Camiano ontvangt elke dag zo'n 250 mensen die van hen een maaltijd krijgen. Pascal probeert met de daklozen contacten te leggen en een band te creëren. Maar met Bakelmans lukte dat niet. Wanneer Steve naar hier kwam, hij was altijd alleen. Hij kwam hier altijd alleen binnen, terwijl dat toch wel heel wat mensen, ook met groepjes, met twee, met drie komen. Steve kwam altijd alleen en was zo een beetje een schim. Hij kwam hier wel binnen. Hij zei ook wel vriendelijk goeiedag. En aan plaats hij altijd en hij verdween terug. Dus het was eigenlijk heel moeilijk om met hem een gesprek aan te knopen en om hem beter te leren kennen. En ik heb ook zo wel de indruk dat als je naar hem zag, dat je had geen tik contact. Dat maakte zich niet. Het was niet... Ja, en daarin was het misschien wel wat bevreemdend. Een jaar voor hij als dakloze door de stad dwaalde, had Steve Bakelmans een vaste stek bij zijn onkel Jean-Pierre in Keerbergen in Vlaams-Brabant. Hij kon er terecht samen met zijn 6-jarig zoontje. Wij hebben eigenlijk zo'n beetje Steve aangetrokken. Mijn vader deed dat vroeger. Mijn vader zorgde voor Steve. En als mijn vader overleden is, hebben wij die taak op ons genomen. En dan hebben wij zo'n beetje de hand boven Steve gehouden. En geprobeerd hem natuurlijk een beetje goed in het leven te zetten. Maar ja, je ziet het resultaat, dat is dus niet gelukt. Hè. Jean-Pierre en zijn vrouw vangen hun neef op omdat hij bij de rest van de familie het al verkorven heeft. Steve was een gefrustreerde persoon. Hè. Het is in zijn jeugd allemaal misgegaan. Zijn moeder heeft hem heel vroeg verlaten. Er was geen goede band met zijn papa. Zijn grootvader, daar hield hem wel veel van zijn grootvader ook. Die is dan ook gestorven, dat heeft hem ook heel veel pijn gedaan. Steve Bakelmans start zijn criminele carrière rond zijn 18e. Vooral met inbraken en autodiefstallen. Maar in 2004 escaleert het. Bakelmans, 23 op dat moment en tijdelijk dakloos, verkracht een vrouw van 58 die hem van straat plukt en hem een boterham aanbiedt. Tegenover zijn onkel minimaliseert hij de verkrachting.
Wij hebben hem er 100 uit over ondervraagd. We hebben gezegd, Steve, wij moeten weten wat het daar juist allemaal gebeurd is, want wij willen niet... zoiets willen wij niet. Hè. Ja, maar die vrouw die nam mij mee van, en die zei, ik zal voor u boken smeren. Hè. Dan heb die iets te eten. En ik zat op de zetel en ze begon avances te maken. Ja, hij zegt ook, ik zat op straat, ik had niemand niet. Ik wou eraan op ingaan en dan trok ze terug. Is dat waar wat je zegt? Ja, Noekel, ik zweer het, dat is waar. Die vrouw die heeft mij willen verleiden en dan op den duur toch niet. Ja, daar zijn we dan ingetrapt. Hè. We zijn er een paar keer zelfs ingetrapt en ja, dat is misschien ons... 11 jaar later, in 2016, doet hij het opnieuw. Dit keer met een jonge vrouw waarmee hij een aan-afrelatie heeft. Na 3 maanden voorhechtenis mag Bakelmans in afwachting van zijn proces de gevangenis verlaten, op voorwaarde dat hij vast werk, een vast adres en een inkomen heeft. En dat hij zich laat begeleiden. Op een avond zitten wij hier in de zetel met mijn vrouw. Ik krijg een telefoon. En mijn vrouw pakt dan een telefoon. Ah ja, Steve. Kom aan de lijn. Ja, onkeltje, sorry, maar... Het is weer al zover, ik zit in de gevangenis. Hè. Ik zeg, ja, dat had ik wel gedacht. Hè. Ik zeg, wat hebben we nu gedaan? En dan verkocht hem dat weer natuurlijk. Hè. Die daalde mij uit en die dit en die dat. Ik zeg, ah ja. Zijn onkel geeft hem een kans en neemt hem in huis. Hij heeft dan een vast adres. En Jean-Pierre betaalt zelfs een psychiater voor hem. Mijn vrouw die kende iemand en dat was een psychiater. En moest hem dan zogezegd in therapie gaan. En mijn vrouw die was regelmatig in contact met die psychiater en ze vroeg dan, hoe zit het dan? Hè? Die volgde een toestand en zo op. Die schreef hem ook medicatie voor. En die had gezegd, ja, mijn besluit, zegt hem, is dat voor de moord dan, hè, dat Steve helemaal niet agressief is. En dat Steve eigenlijk een brave jongen is en dat er iets van te maken is. In juni 2017 krijgt Bakelmans 4 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Hij gaat in beroep en moet voorlopig niet naar de cel. De gerechtspsychiater die hem onderzocht naar aanleiding van de verkrachting dringt wel aan op een intensieve behandeling, want Bakelmans is wel degelijk gevaarlijk, zo blijkt uit het vonnis. Er zijn aanwijzingen van een gemengde antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis. Psychiater Rudy Verhelst verduidelijkt de conclusies van zijn collega. Het antisociale betekent eigenlijk dat die man of die persoon vooral gedreven wordt door een zekere mate van oneerlijkheid, zich moeilijk weet te conformeren, te gedragen naar de maatschappelijke normen en de wetten. En zijn gedrag ook wel gekenmerkt wordt door een grote mate van impulsiviteit en prikkelbaarheid. Het narcistische aspect is dan eigenlijk iemand die een eerder opgeblazen zelfbeeld heeft, die eigenlijk het gevoel heeft dat hij speciale rechten heeft, dat hij moet bewonderd worden. En beide persoonlijkheidskenmerken gaan gepaard met eigenlijk heel weinig empathie of inlevingsvermogen naar de slachtoffers van hun gedrag toe. Hij heeft een groot zelfbeeld waardoor hij gevoelig is voor narcistische krenking. Dus wanneer er tegen hun aanvoelen, tegen hun ik wordt ingegaan, tegen hun zelfbeeld wordt ingegaan, voelen zij zich zeer snel gekrenkt. En gaat dat gedragsmatig gepaard dan mogelijk toch wel met agressie en controleverlies. Bent u op een bepaald moment bang geweest dat hij agressief was? Echt agressief tegen ons? Nee. Hij durfde tegen mijn vrouw wel uitvliegen, maar dan zei ik, eimalke. Nee, hè? Heb je me gehoord? Nee, hè? Ja, sorry, onkel. Dan kwam zijn dominantie boven. Dan was Steve wie hij was. Maar ik onderdrukte hem natuurlijk altijd een beetje. Hè? Want voor mij had hem een beetje ontzag, laten we het zo zeggen, ontzag een beetje. Wanneer hij ongeveer 1 jaar bij zijn onkel inwoont, loopt het in 2018 alweer fout. Bakelmans daagt niet op zijn werk, begint een relatie met een vrouw in de buurt en hangt in de weekends opnieuw uit in Antwerpen.
er was iets met hun, met haar en met hem. En wij hebben toen woorden gehad. Ik zeg, ik zeg hem hier dan buiten. Ik zeg, luister, jongen, dat doet er niet met ons. Hè. Ik zeg, zo handelt er niet met ons. Wij zijn zo goed voor u en jij behandelt ons als een stuk vuil, mij en Leentje. Ik zeg, dat doet er niet. Dus er waren woorden. Dus en dan is hem vertrokken, maar tegen ons heeft hij niks niet meer gezegd. Het is niet van te zeggen, allee, bedankt en tot ziens, dat helemaal niet. Nee. Vanaf de herfst van 2018 zit Bakelmans opnieuw op straat in Antwerpen. Hij heeft een referentieadres bij het OCMW en dwaalt maar wat rond. Af en toe slaapt hij bij één of meerdere ex-vriendinnen. Want daar kon hij altijd terecht, dankzij zijn charmes. Hij had een speciale gave om vrouwen te bespelen. Dat was Steve. Hij vond altijd wel iemand om op terug te vallen. En dan zeker wat vrouwen natuurlijk betreft. Hè. Er was altijd wel iemand die had hem graag voor een week bij haar had of zo. Hè. Dat natuurlijk wel. Hè. Maar hem langer houden? Nee. Want dan begonnen natuurlijk zijn ware ik boven te komen. En dat was dan natuurlijk niet... Dan moesten ze hem niet meer, hè. Bakelmans neemt al geruime tijd medicatie om zijn psychose en zijn agressie te controleren. Maar begin 2019, een paar maanden voor de moord op Julie, stopt hij daarmee zonder zijn psychiater te raadplegen. Wat als iemand die medicatie plots afbreekt? Dan bestaat er het risico dus dat die tendensen tot prikkelbaarheid, tot impulsiviteit opnieuw gaan toenemen. Dus dat die veel sneller agressief geprikkeld gaat reageren op impulsen, op negatieve impulsen of op situaties die hij of zij als frustrerend ervaren. Op zaterdagavond 4 mei zit Steve Bakelmans hier onder de brug in Merksem joints te roken, gefrustreerd over alles wat er in zijn leven fout loopt. Het is dan 6:30 en ongeveer rond diezelfde tijd vertrekt 15 kilometer verderop in Schilde Julie van Espen met haar fiets naar de stad. Julie is 23 en studeert internationale betrekkingen en diplomatie aan de Universiteit van Antwerpen. Ze heeft die avond afgesproken met vriendinnen die in de stad wonen. Julie neemt het traject dat ze altijd neemt en goed kent. Via de Weinigemse Steenweg slaat ze af in de Broekstraat, tot op de splitsing met het Albertkanaal, dan naar rechts en van daaruit in één rechte lijn langs het water naar Antwerpenstad. Het is ongeveer 40 minuten fietsen tot bij haar vriendinnen in de stad, een kleine 20 kilometer van thuis. Het zomeruur heeft het winteruur al afgelost en het is nog lang niet donker. Op zich een veilige, rustige fietstocht. Rond 7 uur, een half uur nadat ze is vertrokken in Schilde, komt Julie aan bij de Gabriel Teunisbrug in Merksem. De opgebouwde frustratie slaat om in blinde agressie, precies zoals 2 jaar eerder in een psychiatrisch verslag bijna letterlijk werd voorspeld. Zijn niet-optimale frustratietolerantie kan een belangrijk drempelverlagend effect hebben, waardoor de kwaliteit van zijn zelfbeheersing drastisch daalt en de kans op een agressieve impulsdoorbraak gevoelig toeneemt. Is dat wat er met Julie van Espen op die dag gebeurd is? Ik denk het, ja. Ik denk dat dat wat een psychiatrische vertaling is van de context waarin die man met die persoonlijkheidsstructuur zich op dat moment bevond. Het was onvermijdelijk. Het was onvermijdelijk in de zin dat dit er zat aan te komen, denk ik. Steve Bakelmans verstopt in eerste instantie het lichaam van Julie en begint bijna onmiddellijk zijn sporen uit te wissen. Op basis van verschillende bronnen kunnen we reconstrueren wat hij precies heeft gedaan in de uren na de moord. Het is ongeveer 7:30 s'avonds wanneer Bakelmans wegstapt van de brug in de richting van het oefencomplex van de Antwerp Giants. Hij draagt een rugzak met daarin persoonlijke spullen en heeft ook de kleren van Julie, haar fietsmandje en haar handtas bij. De fiets zelf heeft hij dan al in het water gegooid. Aan het oefencomplex zet hij zich neer op een bank en rommelt in de persoonlijke spullen van Julie.
Het fietsmandje, de handtas en haar paspoort dumpt hij in een vuilnisbak aan het oefencomplex. En haar kleren gooit hij wat verderop in de grasberm van de brug. Steve Bakelmans lijkt niet echt een plan te hebben. Hij neemt de tram naar het Centraal Station. Daar stapt hij rond 9 uur uit. Hij hangt wat rond bij de Starbucks en bedenkt wat te doen met zijn eigen spullen. In zijn rugzak zitten dekens die hij normaal gebruikt om te slapen, maar nu kunnen er sporen van Julie op zitten, dus wil hij er vanaf. Hij wandelt van het station richting de brug, ter hoogte van de België-Lei. Als dakloze zwerver kent Bakelmans de stad en al zijn kleine verborgen hoeken. 200 meter achter het Centraal Station klimt hij op de berm en legt hij zijn rugzak in een van de brugtorens. Omdat Julie nog altijd niet is aangekomen bij haar vriendinnen, wordt de politie ingeschakeld. Die begint meteen met een zoekactie langs het traject dat ze fietste. Het is dan bijna 22:30. Ongeveer rond diezelfde tijd komt Bakelmans opnieuw aan hier in Merksem. En deze keer zet hij zich daar onder de brug aan de overkant van het Albertkanaal. En ginder, achter die pijler, heeft hij het lichaam van Julie verborgen. Uitgerekend op dat moment ziet hij hoe de politie traag voorbij rijdt. Ze zijn duidelijk al op zoek naar Julie. En wat is het, 50, 60 meter tussen de politie en de dader. Alleen, het is donker en wellicht zien ze hem niet en dus rijden ze door. Zodra hij het gevoel heeft dat de kust veilig is, rept Bakelmans zich naar de overkant en laat hij het lichaam van Julie in het water verdwijnen. Wanneer hij daarmee klaar is, trekt hij opnieuw naar de binnenstad en legt hij zich ergens te slapen op een bank. De cel vermiste personen van de federale politie is intussen ook al verwittigd en coördineert de zoekactie. Maar het tijdstip zit tegen. Het is donker en de kans dat de speurders iets over het hoofd zouden zien is te groot. Ze beslissen om pas bij daglicht opnieuw verder te zoeken. Intussen zijn ook die zondagochtend de familie en vrienden van Julie al bijna 12 uur in de weer om haar te vinden. Ze hangen foto's op in de ruime omgeving van het Sportpaleis. Want zolang er geen nieuws is, is er nog altijd hoop. Ze gaat zo vaak met de fiets naar het stad, maar... ja. Het kan altijd gebeuren, hè. Je blijft gewoon gaan. Zeg ik ze vindt, hopelijk. Die zondagmiddag is de politie vlakbij het sportcomplex al de grasbermen aan het doorzoeken, samen met tientallen vrijwilligers. Het is dan dat een van die vrijwilligers een belangrijke ontdekking doet. Hier in de grasberm worden de kleren van Julie teruggevonden met vermoedelijk bloed erop. En net dat element doet het onderzoek kantelen. Want die kleren die vertellen twee zaken. Dat Julie hier nooit vrijwillig op deze manier zou rondlopen. En dat deze plek ook wel eens bepalend zou kunnen worden om haar te vinden. En uitgerekend op dat ogenblik volgen een aantal ontdekkingen elkaar vrij snel op. De politie breidt de perimeter uit in de richting van het sportcomplex. Het is daar dat opnieuw een vrijwilliger het fietsmandje van Julie vindt. Iemand heeft het fietsmandje hier bij deze vuilnisbak gezet, uitgerekend op een plek waar veel camera's hangen. En dat is een geluk bij een ongeluk. De politie begint meteen alle opnames sinds zaterdagavond seconde na seconde te herbekijken, tot ze inderdaad het mandje van Julie in beeld krijgen. Op het ogenblik dat de politie het beeld vindt van een man die de avond voordien met een mandje voorbij de camera loopt, neemt diezelfde man amper 5 kilometer verderop in de binnenstad de bus richting Mechelen. Straks in deel 2. Waarom kon Steve Bakelmans na een veroordeling voor verkrachting bijna 2 jaar vrij rondlopen voor zijn rechtszaak in beroep werd behandeld? Wij hebben vastgesteld samen met u dat deze zaak op niveau van het Hof van Beroep dan toch niet die prioriteit heeft gekregen.
Het is zondag 5 mei in de late namiddag. Aan de Gabriël Teunisbrug in Merksem zoekt de politie intensief naar Julie van Espen. Ze is sinds 10 uur de avond voordien vermist. Eerder die middag hebben vrijwilligers in deze ruime omgeving het fietsmandje en de bebloede kleren van Julie teruggevonden. En speurders gaan zich op dat moment in de geest verplaatsen van iemand met slechte bedoelingen. Ze stellen zich de vraag wat zo iemand zou doen. Van Julie of van haar fiets is er dan nog steeds geen spoor. Maar 150 meter verderop ligt het Albertkanaal. En water in de buurt van waar iemand is verdwenen doet meestal het ergste vrezen. Op het ogenblik dat de politie hier moet zoeken, is het terrein rond de brug nog één grote bouwwerf. Er zijn zelfs zandbergen die worden afgegraven om te bekijken of Julie er niet onder ligt. En het is eigenlijk bij het doorzoeken van het terrein dat er nog extra elementen worden gevonden die Julie op deze plek plaatsen. Echt op maar een paar meter van de waterkant. Terwijl de politie volop zoekt naar Julie, is Steve Bakelmans intussen van Mechelen naar Leuven aan het stappen. Het is ongeveer 6 uur 's avonds. Hij heeft zijn telefoon bij zich en kan op sociale media en de nieuwssites perfect volgen wat er zich allemaal afspeelt aan het Albertkanaal. Zondag 5 mei. Al de hele dag wordt in Antwerpen met man en macht gezocht naar Julie van Espen, een studente van 23. Ze verdween gisteravond. Het gerecht vreest dat ze vermoord is. Wat Bakelmans nog niet weet is dat de politie intussen een camerabeeld heeft waarop hij te zien is met het mandje van Julie. Wie de man op het beeld is, weten de speurders dan nog niet. Maar er wordt wel beslist om de foto nationaal te verspreiden. Op de eerste opsporingsfoto die wordt verspreid is het fietsmandje van Julie weggefotoshopt. Want de persoon die het gerecht op dat moment nog zoekt is nog altijd een getuige en geen verdachte. Getuige Steve Bakelmans is die zondagnacht in Leuven aangekomen. In de buurt van het station legt hij zich neer op de grond om te slapen. De opsporingsfoto staat dan net online en het blijkt de juiste beslissing te zijn. In de loop van de nacht en de vroege ochtend bellen meteen tientallen mensen naar de tiplijn van de politie. Dus de maandagochtend kreeg ik dat bericht binnen. En ik moet eerlijk toegeven, ik lag nog in bed. En dus ik pak onmiddellijk mijn gsm met de eerste ton. En ja, je ziet dat dan, je begint te scrollen. Je ziet die foto verschijnen. Ik wist direct over wie dat ging. Ik heb dan ook direct bedacht van kijk, ik moet mij hier aankleden en ik moet onmiddellijk bellen. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik zit hier in de zetel met een tasje koffie te drinken en mijn vrouw die gaat gewoon altijd naar de computers morgens. Met de computer bezig, na een tijdje, een half uurtje. Jean-Pierre, ik zeg ja, dus ik kom boven. Kom eens even naar boven. Dus ik ga naar boven. Ken jij die foto, zegt ze? Ik zie dat Steve. Er is meer aan de hand, hè. Ik zie dat zijn getuigen, hè. Die heeft die moord gedaan. Hè. Denk de hele ook, zegt mijn vrouw. Ik zeg ja. Ik ben 100% zeker. Steve Bakelmans wordt die ochtend in Leuven ook al vroeg wakker van de kou. Hij neemt een van de eerste treinen naar Genk in Limburg. Op het ogenblik dat Steve Bakelmans op de trein zit, doet de politie hier in Merksem op maar een paar honderd meter van waar de spullen van Julie gevonden zijn een huiszoeking. In het huis van de moeder van Bakelmans. Denkt u dat hij mijn reden daar in die buurt rond ging, toevallig ook vlakbij zijn moeder? Nee, want hij walgde van zijn moeder. Hij walgde van zijn moeder. Nee, zijn moeder wilde hem nooit meer zien. Hij zijn moeder niet, hè. Hij wilde nooit zijn moeder nog zien. Hij heeft dat dikwijls tegen mij gezegd. Ja, Steve, als hij verliefd is, raakt dan. Iedereen kan in zijn leven toch wel eens iets misdoen of en proberen terug te draaien. Nee. Nonkel, ik wil die nooit niet meer zien. Dus daar twijfel ik aan dat hem daar in de buurt zou geweest zijn voor zijn moeder. Nee, nee, absoluut niet. Moeder wil hem niet zien, wil hem niet horen. Nee, nee. Die heeft hem als hij klein was in de steek gelaten en dat ze hem nooit vergeten. Bakelmans is die maandag voormiddag al opnieuw met de trein op weg van Genk naar Leuven.
Maar intussen hebben de speurders zijn telefoon al lang getraceerd. Wanneer hij daar rond 11 uur het station binnenrijdt, staat de politie hem op te wachten. Hij wordt van Leuven naar Antwerpen gebracht. In de gebouwen van de federale gerechtelijke politie wordt hij een eerste keer ondervraagd. Bakelmans bekent dat hij Julie heeft vermoord en haar lichaam in het water heeft gegooid. Niet veel later vinden duikers Julie terug, vlakbij de oever. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. De schok die door het land gaat is enorm, maar het zal nog erger worden wanneer blijkt dat Steve Bakelmans een recidivist is die eigenlijk niet op die plek had mogen zijn. Want 2 jaar eerder was hij veroordeeld tot 4 jaar effectieve opsluiting, waarvan hij tot dan geen dag in de cel had gezeten. Om te begrijpen hoe dat mogelijk was, heeft de Hoge Raad voor de Justitie een onderzoek gevoerd naar de manier waarop het Antwerpse gerecht de zaak van Steve Bakelmans heeft aangepakt. Het feit dat justitie zo in opspraak is gekomen, wat een ongelooflijke deuk opnieuw heeft gegeven aan het vertrouwen van de burger in justitie, dat rechtvaardigt dat we met alle middelen die we hebben zo'n onderzoek hebben gestart. De Hoge Raad is een onafhankelijk orgaan dat adviezen kan geven en aanbevelingen kan doen. Ze vellen geen oordeel over de beslissing van de rechter, maar trekken wel conclusies. Ik denk dat de belangrijkste conclusie is dat iedereen die van dichtbij of van veraf te maken heeft met de aanpak van seksueel geweld, dergelijke zaken met de grootst mogelijke zorg moet aanpakken. Dat is een prioriteit, dat is zelfs een topprioriteit. Maar de hele zaak is op verschillende momenten nooit echt genoeg en soms zelfs helemaal niet met prioriteit behandeld. Op 30 juni 2017 krijgt Bakelmans dus 4 jaar effectieve gevangenisstraf voor een zware verkrachting. De rechter laat hem niet onmiddellijk aanhouden, omdat er geen bewijs is dat Bakelmans zou vluchten. Toch heeft hij dat bij een eerdere gevangenisstraf wel al een paar keer gedaan. Maar die informatie zit deze keer niet in het dossier. Een opsluitingsfiche is eigenlijk een document uitgaande van de gevangenisdirectie, waarop vermeld staat hoe iemand zijn detentie verloopt als hij verlof heeft gekregen, hoe dat verlopen is. Het probleem met die fiche is dat dat één heel technisch is en blijkbaar ook heel moeilijk leesbaar voor magistraten of mensen die eigenlijk buiten het gevangeniswezen staan. Is het niet evident dat zo'n opsluitingsfiche gewoon aan elk dossier automatisch wordt toegevoegd? Dat is juist een van onze aanbevelingen geweest, dat we ervoor pleiten om alle nuttige informatie, dus ook die opsluitingsfiches, om die toe te voegen aan het dossier. Bovendien verlengt de rechtbank de voorwaarden van Bakelmans niet. Hij moest dus niet eens langer begeleid worden door justitieassistenten en psychologen. En dan nog, de opvolgbehandeling die Bakelmans tot dan wel kreeg, volstaat volgens dokter Vrijls niet eens om dit soort profielen onder controle te houden. Ik denk dat dat voor dergelijke mensen toch dikwijls een te light versie is van wat nodig is om één, die persoon inzicht bij te brengen en twee, om die om hun gedrag in de maatschappij te sturen. Dus eerder naar een gesloten versie van psychiatrische behandeling of een internering? Ja, of toch een zeer intensieve behandeling. In juli, een maand later, tekent Bakelmans beroep aan. Zijn dossier verhuist naar het parquet-generaal van Antwerpen, die het op zitting zet 9 maanden later. Reden? Dossiers met aangehoudenen krijgen voorrang en Bakelmans is niet aangehouden. Bovendien zitten in het dossier relatief gunstige adviezen van justitieassistenten
en ook een psychiatrisch verslag dat pleit voor begeleiding eerder dan voor opsluiting. Dus geen topprioriteit volgens de advocaat-generaal. Ook al moeten we, volgens het interne reglement, zedenzaken altijd voorrang krijgen. Dit leek mij toch wel één op één zo'n zaak te zijn. Wij hebben vastgesteld samen met u dat deze zaak op niveau van het Hof van Beroep dan toch niet die prioriteit heeft gekregen. Een magistraat baseert zich altijd op de gegevens van het dossier en op basis ook van wat er tijdens de pleidooien allemaal is gezegd. Dan is natuurlijk de vraag, wat zit er precies in het dossier? Het is daarom dat wij zoveel belang hechten aan de samenstelling van dat dossier. Op 4 mei, een week voor de zaak moet behandeld worden, stelt de rechter in beroep de zaak zelf uit. Hij heeft het dossier niet grondig kunnen bestuderen, motiveert hij. De nieuwe datum is pas eind november 2018. Maar zelfs die timing wordt niet gehaald. Want begin juli beslist de eerste voorzitter van het Hof van Beroep om de Kamer te sluiten. Hij heeft te weinig rechters door ziekte, assisezaken en aankomende pensioenen. De eerste voorzitter van het Hof van Beroep van Antwerpen vraagt eigenlijk aan de minister van Justitie al jaren om meer rechters. Nu, die krijgt hij niet of niet op tijd. En dus moet hij herstructureren. En beslist hij om een kamer te sluiten. Op zich valt dat te verdedigen. Alleen heeft de Hoge Raad voor Justitie wel bedenkingen bij de manier waarop het is gebeurd. En wat dat betreft zeggen we, als een kamer moet gesloten worden, dan moeten de zaken die al vastgesteld staan, die al zouden moeten behandeld worden, mag je niet in de kast steken. Maar je moet dan liefst een vaste datum geven dat iedereen weet, op die dag zal de zaak dan toch behandeld worden. Het Hof van Beroep verdedigt zich. We hebben het niet in de kast gestoken. We hebben het wel degelijk bekeken en het had geen prioriteit. Die zaken zijn bekeken vele maanden na het sluiten van die kamer. En als er toch een screening is gebeurd voor het sluiten van die kamer, dan hebben wij daar toch nergens een spoor van teruggevonden. En dus is er geen behandeling van de zaak Steve Bakelmans. Niet in november 2018 en niet daarna. In februari 2019 wordt toch een nieuwe datum gegeven. Tenminste om de zaak in te leiden, niet om ze te behandelen. Die datum is 5 juni 2019 en tot die tijd blijft Steve Bakelmans op vrije voeten. Een maand eerder vermoordt hij Julie van Espen. Hebben jullie het gevoel dat er naar die aanbevelingen die jullie doen nu ook daadwerkelijk geluisterd wordt en dat er iets verandert? Er is een soort standaardmodel van de ideale behandelwijze van een zedenzaak is op poten gezet. Er zijn heel veel initiatieven geweest, ook van de wetgever trouwens, zijn er dingen geweest. Er is een elektronische databank intussen er zijn nog wel een aantal kinderziektes, maar waar iedereen voluit voor gaat om dat performanter te maken nog. Dus er zijn eigenlijk wel een heleboel goede dingen aan het gebeuren. We wilden graag verschillende mensen binnen de Antwerpse justitie aan het woord laten in deze reportage, maar geen van hen zag het zitten om voor de camera te reageren. Officieel uit respect voor de familie van Julie van Espen, maar voor een groot stuk toch ook uit vrees om iets verkeerd te zeggen. Er is ook nog een assiseproces dat er zit aan te komen, dus elke minieme misstap kan onvoorstelbare gevolgen hebben. U kent natuurlijk als magistraat ook veel van die magistraten in deze zaak persoonlijk. Denkt u dat sommige van hen daarvan wakker gelegen hebben van wat er is gebeurd? Zeker. Daar ben ik 100% zeker van. Uiteindelijk komt Bakelmans in juni van vorig jaar toch nog voor de rechter in beroep. Hij krijgt deze keer 5 jaar effectieve cel voor de verkrachting in 2016. Een jaar meer dan in eerste aanleg. Maar dit keer zit hij natuurlijk al in de cel voor de moord op Julie. En wat als hij ooit vrijkomt? Is zo iemand behandelbaar met succes? Als u succes definieert dat er 100% zekerheid is dat er zich nooit nog een grensoverschrijdend gedrag stelt, dan is dat niet zo. Hebt u sinds zijn arrestatie, sinds na die moord, nog contact met hem gehad? Nee, ik wil er ook geen contact mee. Je moet dat niet proberen, want dat zal nooit meer gaan. Nee, dat is voor die heb ik gedaan.
Julie's levensvreugde en positivisme blijven inspireren. Op haar Instagram-pagina hebben haar beste vriendinnen gisteren nieuwe beelden gepost, samen met een open brief. Liefste Jules, een jaar geleden werd jouw uniek leventje abrupt tot een einde gebracht. Woorden schieten veruit tekort om te beschrijven hoe sterk de liefde, de energie en het licht is dat je voor ons hebt achtergelaten. Je hebt ons leren intens genieten, maar bovenal heb je ons geleerd om altijd te handelen vanuit het hart. We voelen ons bevoorrecht dat je zo prominent aanwezig was in ons leven. We hebben aan de ouders van Julie van Espen gevraagd of ze hun kant van het verhaal wilden doen in deze reportage, maar ze lieten via een advocaat weten dat ze dat eigenlijk liever niet deden. Niet voor het assiseproces, hebben ze gezegd. En ook voor de meeste vrienden van Julie ligt het blijkbaar allemaal nog heel erg gevoelig. Dat hebben we ondervonden. Maar die beste vrienden die hebben vorig jaar een filmpje gemaakt voor Julie als eerbetoon aan haar. En dat filmpje willen we heel graag nog een keer integraal tonen. Kent je dat gevoel 's morgens? Je wordt wakker, knippert nog eens om de slaap uit je ogen te krijgen, maar je brein is er die eerste 10 seconden nog niet echt bij. Vaag, vrij. Pas wanneer die waas uit je hoofd zachtjes wegtrekt, sijpelt die realiteit weer binnen. En sinds 6 mei is die een heel stuk minder mooi. Hard. Weet je, Julie, toen je van ons weggerukt werd, ging er een golf door ons land. Eén die alles en iedereen geraakt heeft. Maar raken, dat deed jij al heel lang. 23 jaar. Elke dag weer. Dat was een natuurlijk effect dat je had op iedereen waarmee je in contact kwam. Ontzettend veel hebben we van jou geleerd. En dat is iets wat we graag nog met de rest van de wereld willen delen. Julie was echt zo gewoon een persoon. Van als ze geen tijd had, dan was u toch nog zo 5 minuten zien. Dan zei ze van, kom, ik kom nog snel even af. Even naar uw coach gewoon of met u naar de les wandelen. Gewoon die 5 minuten waren zo belangrijk voor haar. Gewoon omdat ze u kon zien en even tijd met u kon doorbrengen. Ook Julie leefde echt heel hard mee met de dingen waar dat jij doorging. Ja. Als je een moeilijker moment had of een gebroken hart of wat dan ook. Julie voelde die pijn echt en ervaarde dat mee met u. Ik ging overal mijn blote voetjes aan, was overal met de fiets naartoe. Super uniek. Gewoon hoe dat die dingen zag in het leven. Zo laatst gingen we eten en dan zei Julie van, ja, ik zie daar een Vespa, dus ik ga daar nu op staan en dan klim ik op die eerste tak om dan helemaal bovenaan in de zon te kunnen zitten. En zij kon je ook dat gevoel van een thuisgeven. Want die eigenschap is ook wel speciaal misschien, dat zij echt zo iedereen speciaal kan laten voelen. Ik weet niet hoe dat ze dat deed, maar je kan echt zo, ze kon dingen zeggen of complimentjes geven. Of je echt een beetje zo, als je misschien wel onzeker over jezelf was, dat ze zo toch een manier vond om je even zo'n oppeppertje te geven en je goed te laten voelen in je vel. En ja, die eigenschap had ze wel. Toen Julie naar Australië ging, daar vond ik best wel moeilijk om zo afscheid te nemen. Julie was helemaal niet bang. Nee, ik was nooit bang. Die was die met skiën ook, die was een keer of twee gaan skiën, die ging gewoon. Dat was één keer geen bochten genomen, hè. Die ging echt zo los de berg aan. Die liet u ook zo speciaal voelen. Julie kon als enigste van die rare complimenten geven van, ja, je hebt een mega elegante ballerina-houding. Maar wie zegt er nu zoiets? Die kon echt zo in totaal niet de standaard uniek, lief, mooi. Die kon in andere adjectieven mensen beschrijven. Van ballerina, zo Zuid-Afrikaanse gloed, zo van die totaal niet relevante dingen. Ja, veel diepgaander dan, dan. Ik ben wel echt iemand geworden die daar geniet van elk moment en die daar gewoon leeft in het nu en niet meer in de toekomst. En ik zal wel geraken waar dat ik moet geraken, maar gewoon meer het genieten
denk ik wel echt heel erg dat. En zo ook meer zorgeloos zijn. Ja. Niet panikeren bij het minste dat niet goed is. Of nee. Inderdaad van niet panikeren van ja, maar en later dan. Maar ook gewoon een beetje de zorgeloze kant van Jean. Een van de beste eigenschappen van Julie vond is dat hij zo schaamteloos was. Als wij zo schrik hadden om iets te vragen aan vreemde mensen, dan zei zij zo als eerste wel... Oh, meneer, mag ik iets vragen? Allee, zo super opgewekt. Julie was totaal niet materialistisch, maar merkte wel op als iemand anders zelf zoiets iets nieuw aan had of iets met haar raar had gedaan. Maar voor zichzelf maakte dat echt niet uit. Voor zichzelf, zij was gewoon hoe ze was en dat was prima voor haar. De meeste golven deinen uit en gaan weer liggen. Maar de jouwe Julie, die blijft maar mensen raken.